Helden nummer 21 ligt alweer in de winkel. En we zijn er heel trots op. Onze prachtige covermodellen Arjen Robben en Nicolien Sauerbrei. Vanochtend om 8 uur kregen we allebei een appje van Arjen. Heel veel succes met de presentatie van jullie nieuwe helden. Ik ben trots dat ik op de cover sta. En dat is typisch Arjen Robben, ontzettend aardig. En Nicolien, dat begrijpt u, die zit ergens in de Caucasus om zich voor te bereiden. En we vonden het inderdaad een beetje overdreven om tegen Nicolien te zeggen: kom even over, want zij gaat dus weer voor een gouden medaille. Ook heel veel persoonlijke verhalen. Arthur Newman schrijft over zijn dieptepunt in zijn leven toen hij zich niet kwalificeerde voor de Olympische Spelen. Sportief dieptepunt wel te verstaan. Toen ik het ook teruglas, ja, leek het eigenlijk net of ik weer helemaal in het verhaal zat. Helemaal weer in die wedstrijd. En ik werd er nog steeds ziek van toen ik het teruglas. Dan hebben we ook een interview met Edwin van der Sar, Annemarie van der Sar en Rob de Wit. Ik heb al eerder een verhaal gedaan dat het me overkomen is, een hersenbloeding. En het gaat over mijn herstel, hoe ik daar gekomen ben. En samen met Rob de Wit, die ook getroffen is door een hersenbloeding, daar wat zwaarder uitgekomen is. Maar toch positief naar het leven toe kijken en hoe wij mensen toch door onze foundation proberen te helpen uit hun isolement te halen. Bibian Mentel, echt een heldin van mij, dat moet u ook maar lezen. Bibian kreeg kanker 12 jaar geleden, haar been moest geamputeerd worden. Ze zou als snowboardster naar de Olympische Spelen van Salt Lake City gaan. Dat ging dus niet door, maar nu gaat ze haar droom alsnog waarmaken. Zij gaat naar Sochi. Ik geniet van iedere dag, iedere training en iedere wedstrijd. En ja, ik kan niet wachten eigenlijk wat dat betreft. En ook Chantal Blessen, Robert Doornbos, de coureur en zijn prachtige stylist vrouw. Het leefde lachte hun toe, eigenlijk, dat kan je ook lezen. Mooier kon het bijna niet, een sprookje. En toen raakte zij zwanger en wat er toen gebeurde, ja, dat ging mis. Dat ga ik niet vertellen, dat moeten we eigenlijk maar lezen. Als jonge moeder kan ik het niet droog houden als ik dat lees. Chantal had het daar iets moeilijker mee, uiteraard. En ja, we hebben elkaar moeten steunen in die periode daarna. En we zijn er nu echt wel overheen. We kunnen er nu makkelijk over praten. Normaal krijgt ze altijd een traantje, maar dat gaat nu heel goed. Prachtig verhaal van hun beiden in Helden. Proost op een ieders gezondheid allereerst. Want dat blijft wel weer in dit nummer. Hoe belangrijk en hoe essentieel dat is. En allemaal heel veel leesplezier en succes in Sochi. APPLAUS.